Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CVV Achilles TV. Achilles Enschede speelt vandaag de thuiswedstrijd tegen Marienberg. Achilles Enschede dat vorige week met 1-2 zegevierde bij Juliana 32. En Marienberg won vorige week met 3-0 van Klooster Haar. De opstelling van Achilles. Bart Rijns in het doel. Verdedigend Tom van Engel, Thijs Stekelenburg, Joost Altena en Julian Gort. Het middenveld bestaat uit Rijnd Raamaker, Nigel Jongsma en Ferdy Bos. De aanval Rudolf Osindi, Rogier Beumer en Tom Nieuwenhuis. Achilles Enschede in het rood met geel tegen Marienberg dat in het rood speelt. Met de lange bal van achteruit. En daar zitten de vingertoppen van doelman Rijns nog aan. Hij voorkomt de vroege voorsprong van Marienberg. Een paar minuten later. De vrije bal komt wederom in de handen van de doelman. Dan Achilles in aanval. Via Rogier Beumer, Rudolf Osindi nu aan de bal. Het schot van Nigel Jongsma via een verdediger komt in handen van de doelman. Opnieuw Marienberg. Goeie steekbaas. Maar daar is doelman Bart Rijns op tijd uit zijn doel. Balverlies Achilles en directe lange bal naar voren. Helemaal vrij naar doel. En het doelpunt van Marienberg. Rolf Hofzink zet Marienberg op een 0-1 voorsprong. Een verdiende voorsprong in de eerste 20 minuten. Opnieuw Marienberg in de aanval. Daar de bal weggehaald. En zijn poging eindigt naast het doel. Rogier Beumer namens Achilles met het puntetje. En die eindigt in de handen van de doelman. En ook die vrije bal kan simpel gepakt worden. Ferdy Bos. Nog steeds Bos. Zijn shot wordt gekraakt. Dan zit Rogier Beumer die de bal overschiet. Inmiddels heeft Achilles Enschede net voor rust de 1-1 gemaakt. Die kwam van de voet van Rogier Beumer. Maar door een technische storing zijn deze beelden helaas vervallen. We zitten in de tweede helft. Komt een lange bal van Marienberg. En er is doelman Rijns net op tijd. Uit de ingooi die daarop volgt. Marienberg. Bal daar weggekopt. Een stijlvolle redding van de doelman. Achilles Enschede was in de tweede helft echt beter. Maar ja, die beelden hebben we niet. Alleen er zaten vele mogelijkheden op het maken van een doelpunt. Vele kansen werden om zeep geholpen. En we zitten inmiddels in de laatste minuut. Tom van Engel moet aan de noodrem trekken. En er wordt gespaard door de scheidsrechter met een gele kaart. Maar wel een hele gevaarlijke vrije bal in de 90ste minuut. Dus in de helft dat de Gilles beter was. Krijgt Marienberg een vrije bal. Op een gevaarlijke plek. Zo. In de pegel van Marienberg. Ja, dat is doelman Rijns kansloos. Maar hij telt wel. De 1-2. Dan Achilles vanuit de aftrap. Probeert het nog één keer. Met de lange bal naar voren. Doelman laat los. En dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal goed valt. En dat deed hij niet. Dan fluit scheidsrechter af. Achilles was beter de tweede helft. Maar uiteindelijk koop je daar niks voor. Je verliest met 1-2 van Marienberg. De teleurstelling was groot. Volgende week gaat Achilles Enschede op bezoek bij Drinelo.
En dan hopen wij dat de punten bij mij naar Achilles gaan.